Geert Wilders, de leider van de PVV, wordt al sinds 2004 beveiligd. Wat niet alleen een grote impact heeft op hemzelf, maar ook op zijn vrouw Christina. Het echtpaar, dat ruim 30 jaar getrouwd is, koos er bewust voor om geen kinderen te krijgen. Een beslissing waar ze blij mee zijn gezien de uitdagingen van Wilders' carrière en de voortdurende beveiliging. Wilders erkent de impact van zijn carrière en beveiliging op zijn vrouw en benadrukt dat ze begrijpt waarom hij doet wat hij doet. In een interview met Weekblad Story in 2017 zei hij, zonder haar had ik nooit mijn missie kunnen vervullen. Ze moet wel ongelooflijk van me houden. Anders was ze twaalf jaar geleden al weg geweest. Het echtpaar nam de beslissing om geen kinderen te krijgen nog voordat Wilders beveiliging nodig had, met als reden hun focus op carrière. Wilders merkte op, alleen daarom al zijn Christina en ik blij dat we geen kinderen hebben, die hadden geen leven gehad, met al die beveiliging om ons heen. Geert en Christina ontmoetten elkaar in Den Haag, waar Wilders zich direct aangetrokken voelde tot de Hongaarse diplomaten. Na twee jaar verliefdheid trouwden ze in 1992 in Boedapest, Hongarije.